En goedemorgen, deze markets update verzorg ik voor BNP Paribas Markets. Een nieuw record voor de SP 500, waar de Dow Jones nipt onder de 40.000 puntengrens bleef. En wel wederom hogere koers in de VS naar de meevallende consumenteninflatiecijfers. En die gaan beleggers weer beeld op een mogelijk lagere rente later dit jaar. En de lagere olievoorraden gaven de olieprijs weer een setje omhoog en de dollar verloor wat in waarde ten opzichte van de euro en de koers van Boeing was slechts licht lager ondanks dat er weer een onderzoek wordt gestart naar de interne procedures voor wat betreft kwaliteit en veiligheidscontroles. En Cisco liet na beurscijfers zien en overtrof de verwachtingen. Wel daalde de omzet van 14,6 naar 12,7 miljard en viel de operationele winst terug met 45% tot 2,2 miljard. Dankzij een verbeterde outlook trok het aandeel bijna 5% aan. En de Chinese president Xi Jinping ontmoet de Russische president Poetin vanmorgen. En in aanloop naar de mogelijke beursgang van de online budget kledingruis Shein werd bekend dat toeleveranciers werkweken van 75 uur draaien. Het zou overigens de grootste beursgang dit jaar in de VS kunnen worden met een waardering van 66 miljard dollar. En de aandelenmarkt in Azië zet het positieve sentiment uit de VS voort. Dit ondanks tegenvallende cijfers over het Japanse bruto binnenlands product dat liet een krimp zien van ongeveer 2%. De Nikkei liep 1% op, de Hang Seng 1,6 en ook de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een hogere opening. Egon zag de instroom van vers vermogen wat terugvallen naar 256 miljoen, maar blijft op schema voor de eigen verwachting voor heel 2024. De solvabiliteit is met 441% dik in orde en positief is de 200 miljoen aandelen inkoop. Hetgeen gisteren natuurlijk bij ABN AMRO bijvoorbeeld ontbrak. En vastgoedfondsen Fastnet Retail en Fastnet Belgium gaan fuseren en verder als Fastnet. Dit heeft positieve impact op de kostenstructuur en volgt even het aantal vrij verhandelbare aandelen, de zogenaamde free float. En Siemens handhaaft de Outlook voor heel 2024 ondanks een iets tegenvallend laatste kwartaal. Op een onveranderde omzet van 19,2 miljard daalde de netto-winst van 3,6 naar 2,2 miljard. De divisie Innemotics wordt afgestoten en levert 3,5 miljard op. En mogelijk dat daar later dit jaar nog een extra uitkering voor de aandeelhouders uit voortkomt. Op de agenda vandaag redelijk vol woningbouwcijfers, Philadelphia Fed index, belangrijk de steunaanvragen en industriële productie allemaal uit de VS. Voor beurs komen daar dan ook nog cijfers Baidu en Walmart uit, na beurs Applied Materials. En op de Euronext beurs is het ook druk, want er gaan een hoop fondsen ex-dividend, onder andere Unilever 43 eurocent, Shell bekleine 35 dollarcent. Signify 1,55 euro, AMCD 2,24 en ArcelorMittal een uh, kwart dollar. Bij de analisten zet UBS Adjen op kopen, koersstel 1700. Berenberg zet Shell op kopen, koersstel 39,75. En JP Morgan zet een verkoop op de grootgrutters. Ahold, Carrefour en Tesco krijgen een verkoopadvies. En morgen is er weer een marketsupdate update van BNP Paribas.